Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb donderdag 5 prenten / kinderboeken uit mijn kast gelezen. En die wilde ik aan jullie laten zien. Ze stonden al een tijdje op mijn te lezen lijst. En nu dacht ik, ik ga ze gewoon alle 5 lezen vandaag. En toen ben ik aan de slag gegaan. Ik zal ze één voor één aan jullie laten zien. Als eerste heb ik hier Jip en Janneke beste vriendjes. De verhalen zijn niet nieuw, maar ze komen uit verschillende bundels. En ze zijn samen in dit boek gedaan. In dit boek heb je ook niet alleen maar zwart-wit illustraties, maar juist gekleurde illustraties. En die komen, als ik het goed heb onthouden, uit de Bobo. Ja, van eind jaren 70 komen ze uit het kleutertijdschrift Bobo. Toen heeft Fiep Westendorp deze illustraties gemaakt. Ik vond het leuk om weer even te lezen over de verhaaltjes van Jip en Janneke. En mijn favoriete verhaal zat er ook in. En dat is de taart met holletjes. En als je Jip en Janneke kent, weet je wat er gebeurt in dat verhaal. Nou, deze, volgens mij zijn er 22 verhaaltjes in. In ieder geval genoeg om even mee voor te lezen. En hij is niet zo dik als het enorme Jip en Janneke boek. Dus als je iemand een boek wil geven dat er mooi uitziet en makkelijk lezen is en Jip en Janneke is, deze. Ook las ik Overdag zijn krokodil. Eigenlijk kun je niet echt lezen noemen, want er staan geen woorden in dit prentenboek. Maar het gaat dus over een krokodil. En hij wordt wakker en dan gaat naar zijn werk. En onderweg gebeurt er van alles. En uiteindelijk kom je erachter waar hij dus werkt. Nou, ik zal niet verklappen waar het over gaat, maar misschien staat het er eigenlijk. Nee, het staat ook, het antwoord zal je verrassen. Dus wil je een mooi geïllustreerd boek over een krokodil? Deze is echt een aanrader. Leuk om naar te kijken. Ik zou er zo nog een keer inbladeren. Dan de iets meer, niet echt meer prentenboeken, maar meer verhalenboeken. Die er toch uitzien als prentenboeken. Lekker duidelijk weer, goed. De eerste, deze van Reinhard de Vos. De Schelmstreek van Reinhard de Vos, door Koos Meinderts. En al deze illustratoren hebben een illustratie gemaakt bij een hoofdstuk. En ja, ik zal even een paar laten zien. Wat is er één? Nou, het gaat dus over Reinhard de Vos. En het is eigenlijk wel het oude verhaal zoals je die misschien al kent. Ik heb het bijvoorbeeld op de middelbare school moeten lezen voor Nederlands. Hebben we in oud-Nederlands, ik weet niet precies, middel-Nederlands. Nou, mijn geheugen is echt supergoed, maar niet heus. Dus ik herkende het verhaal en ik vond het erg leuk om te lezen. Leuk, ik zou het misschien niet kunnen noemen, want gaan ook personages dood. Maar ik denk dat je kinderen hiermee wel aan het denken kan zetten van ja, is dat fout nou echt fout of is het eigenlijk goed? Nou ja, goed. Daar kun je over nadenken of Reinhard de Vos nou de goeierik of de slechterik is. En de volgende is Laat een boodschap achter in het zand. Op het eerste gezicht lijkt dit gewoon een giraf, maar het zijn allemaal dieren. Dit gaat over de evenhoevigen. Alle dieren met 2 of 4 tenen. Dus dikdik, giraf, vrattenzwijn. Nou, het is heel informatief, maar het is dan in een in poëzievorm eigenlijk geschreven. Tenminste, zo komt het op mij over. Dit gaat bijvoorbeeld over de kantjil. En ja, voor mij is de, kende ik al die dieren, maar het gaat bijvoorbeeld ook over een dier dat is uitgestorven, de Pyreneese steenbok. En dan staat er een in memoriam. En ik zocht even, oh ja, de tapir is het er niet mee eens dat hij niet in het boek mag komen, want hij is een onevenhoevige. Hoe noem je dat? Ja, onevenhoevige, want hij heeft 3 tenen. Maar goed, dit is een leuk boek om te lezen en zeer leerzaam om nieuwe, redelijk onbekende dieren, om daar wat over te leren. Want wist je eigenlijk wel wat een kantjil was? Ik wel. Een kantjil is dus een klein hertje, eigenlijk. Het laatste boek in deze video gaat over deze. Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt.
Dit zijn gedichten van Edward van Vendel en geïllustreerd door Martijn van der Linden. En zo is de werkplek van Martijn van der Linden. Deze gedichten vond ik eigenlijk te moeilijk voor kinderen. Maar het is wel leuk, maar niet geweldig, vond ik. Maar iedereen heeft zijn eigen mening natuurlijk. Ik vond de illustraties wel super goed bij elk verhaal passen. Nou, dit gaat bijvoorbeeld over als je geen lievelingsdier hebt, wat je dan kunt doen. Nee, dit gaat over twee katten die kattenkwaad gaan uithalen. Hoe je in het Noors iets kan zeggen als je bent een komkommer of zo. Je praat met een komkommer, zoiets was het. Goed, de allerlaatste vond ik eigenlijk wel het leukste. Die hoort bij de struisvogel, die ook achterop staat. Wat je moet doen als je over dit boek een boekbespreking moet houden. Nou, en als je dus dat gedicht voorleest, dan vertel je dus alles wat de juf of meester bij een boekbespreking wil weten. Nou, dit is geschreven door en daar gaat het over en zo gaat het over. Dit weet ik over de schrijver, dit weet ik over de tekeningen. Dus dat vond ik eigenlijk de leukste. Dus deze 5 prentenboeken / jeugdboeken / poëzie las ik afgelopen donderdag in een paar uurtjes uit. Ik vond het erg leuk om deze toch gelezen te hebben en ze zullen nu een plekje in mijn kast krijgen. Ik twijfel nog over of ik die van het naalpaard ga verkopen, want ja, ik weet niet of ik die ooit nog een keer ga lezen of ga gebruiken. In ieder geval, ik vond het leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Geef een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Laat een reactie hieronder achter als je iets wil zeggen over deze video. En ik zie je snel bij een nieuwe video. Doei!